Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, ik ben er al wel weer een tijdje eruit. Maar mijn begeleider die was even op bezoek en die heeft de slingers weer even van het plafond van me weggehaald. En die heeft een ventilator van zolder gehaald. Want ja, dat is mij te zwaar. En ook die smalle vliezertrap. Ik durf wel de zolder op en de zolder af. Maar niet met iets in mijn handen. Nee. Ja, mijn stok. Dat is het enige. Dan beleun ik op. Maar ja, dat heeft hij voor me gedaan. Nou, dat vind ik hartstikke lief van hem. Kan ik die gebruiken. En mijn hondje legt daar. Die denkt ook van bij hemzelf laten lekker leggen. Maar gelijk heeft hij. Ja, en het is weer ook prachtig mooi weer. Die rode rakker die is ook thuis, die ligt daar in de schaduw. Oh, daar komt hij aan. Hé, meneer? Nou, kerel. Hi, man. En daar ligt die dame. Ja. Zij is dus zo lekker bezig in huis, waar ik met een dweil achteraan moet, hè? En met dweilwater staat klaar, met soda erin. Ja, boefke. Maar ja, je mag ze geen straf geven ervoor, als ze dat doen, sproeien. En dan denk je wel van, mannetjes die doen dat toch alleen? Nee, ook vrouwtjes. Het kan twee dingen wezen. Stress, afgruis in de urine. Nou, dan moet er ook bloed in de urine meekomen en dat heeft ze niet. Tenminste, ik zie dat niet. En ik denk dat hier dus stress is, want ja, ze kan soms gemeen zijn en dan krijgt ze op de zode handen weer van de anderen. En ze kan haar baasje missen. Dus ja, er zijn vele doeleinden waar die dame gestrest door raakt. En dat, is, dat gaat dan weer een paar maanden slecht met haar en dan gaat het weer goed met haar. Dus ja, het is even een dweilen met de kraan open, zeg maar. Ik heb een emmer klaarstaan met sodawater in de gang. Dus dat komt allemaal verder goed. Ja, dat gaat er zelf wel weer over bij haar. Ze heeft het al een keer eerder gehad en dan gaat het weer een hele tijd goed en dan begint ze weer. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ga nog even een bakje koffie voor mezelf maken. En ik zeg een hele fijne middag verder. Doei doei. Wat ben wij lui. Wat ben wij lui. Ja. We zijn de lui. Ja, 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 ja. Ja, lieve vrienden. Ik moest net lachen. Want er liep er eentje eigenlijk zo gezegd voor gek. Het is een hele leuke jurk aan hoor, daar niet van. Maar het waait weer eens een keer. Ja, dat heb je als je bij zee woont. De bomen gaan best heen en weer. Ik denk dat jullie dat wel zien. Als ze knap heen en weer gaan. Maar er liep een vrouw in een rode jurk met witte stippen. De rokgedeelte van die jurk, die liep een beetje wijd uit. In plaats dat ze die rok even naar voren haalt, gewoon even gerimpeld van voren en vasthoudt. En dan verder gewoon loopt, is er niks aan de hand, zou ik tenminste doen. Maar die rokgedeelte, dat waait omhoog. En bij tijd terwijl zie je echt haar slipje. Ze draagt een zwart slipje eronder, ja. Of doe er zo'n wielrennersfietsbroekje eronder. Die heb je ook. Ik denk dat ik die ook maar eens een keertje ga kopen. In plaats van leggings aan. Ik heb nou iedere keer een legging aan onder mijn jurken. Maar dan eens een keer een wit, gewoon een wielrennersbroekje. Dat rekt ook nog eens een keer mee. En het zit lekker. Ja, en als je dan je jurk eens een keer omhoog waait per ongeluk. Dan hoef je nergens voor te schamen. Een ander hoeft jouw string niet te zien. Of jouw slipje of jouw onderbroek, wat je draagt. Ja, en ja, ik vond het, ja, ik zou er zo dan niet bij willen lopen, hè. Ik was bezig met koffie.
dat wou ik dan niet. Nee, ik had dat wel beschermd. Het gaat een ander niet aan wat ik onder mijn jurk aan heb. En er was ook nog niet eens een jong vrouwtje, ook dat niet eens, maar dan nog. Wat gaat er een ander aan wat jij voor ondergoed draagt, lingerie? Gaat er ander niks aan? Nee. Hé, hey, rode rakker. Hoi. Ja, mrouw, mrouw. Hé, hey, mrouw, mrouw, hè? Ja. Is je mrouw, mrouw, hè? Ja. Maar het waait echt, ja. Ik ga eventjes buiten kijken. Nemen we jullie eventjes mee. Zo. Ja, dat waait best. Maar het is wel lekker weer. Ja, het zonnetje schijnt. Hey, hoeveel graden hebben we het hier? Ja, en wat hij bij de poort daarop aangeeft, daar aan de buitenkant, bij de bel, is ook een thermometer. Enkel van buiten kan je het niet zien, maar van binnen kan je het wel weer zien. En dat is, nou ja, ook 25 graden geeft hij aan. En dat is die zwarte telefoon. Die zegt 25 graden. Dus ja. En gezellig, vanavond komt mijn andere surrogaatzusje Wilma. En die is nog niet vaak op de vlog geweest. Dat is, die komt ook niet zo vaak, omdat ze een heleboel zelf aan problemen heeft. En ze leeft zelf eigenlijk op de tijdbom, laten we maar zeggen. Ze is niet helemaal gezond. Maar die neemt eten mee en dan gaan we aan haar nasi die zij klaarmaakt. Ja, lekker! Dat ze kookt thuis, hoeft het morgen vanavond hier alleen maar door de magnetron en is het ook weer klaar. Ja, dat ik ga weer even lekker nog een plakje cake afsnijden. Ja, lekker plakje cake bij de koffie. Lekker, lekker, lekker! Ja, ja, en daar is ook een andere meisje. Hey, meisje, kom we niet? Nee, hoeft niet hoor. Niks moet, alles mag. Ja. Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Wat ben je allemaal aan het doen? Ben je aan het spelen? Dan. Je moet je eigenlijk niet gaan wassen, je moet het spelen. Ja, hou je nemen weer op. Hé, nee, hou je nemen weer op. Moet je naar buiten. Moet je naar buiten. Moet je naar buiten dan. Hé, moet je naar buiten. Moet je naar buiten? Kom maar. Kom dan. Doei, doei. En het waait hier, mensen. Het is niet te beschrijven. Echt, het is koud nu ook. Het is echt niet lekker meer buiten. Want dat vind ik niet. Nee. Hé, want jouw kerel is niet lekker, hè? Nee, ja. Nee, man. Is niet lekker buiten, hè? Nee. Wat voor dikkie. Maar het is ook op de klok daar 9:50. Hoe laat het precies is, weten we niet. Daar is het 21:53. Dus ja. Wat wil je dan ook, hè? En hoe is het op Ome Toon? Daar is het 19 graden buiten. In huis is het 24,5. Maar door die wind wordt het gewoon kouder. Ja.
En ik ben wat aan het zoeken op internet. Ja, en dat vind ik 1, 2, 3 nog niet. Het moet met roze, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Het is van die buitenlandse kledij, weet ik veel hoe het heet. Maar in ieder geval, Sherwani Suite. Ja, ik weet niet. Dat is dat soort kleding. Voor de mannen. Ja, voor vrouwen kun je genoeg vinden, maar voor mannen niet. Nee, dat vind ik een beetje jammer. Ja. Want ik wil graag ook dat hij een tulband op heb. En dat is heel moeilijk te vinden. Dat vind ik niet zo leuk. Nee. Kijk, daar zit er eentje met een tekst er doorheen. Heb ik niet nodig. Dat is ook niet leuk. Echt niet. Maar ja, we komen er wel uit hoor. Ja hoor, we komen er wel uit. We vinden heus wel wat hoor. Echt leuk. Hé, Woefie? Ja, ga jij maar slapen, vind ik ook. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Voor straks welterusten. Slaap lekker en hele mooie dromen. En morgen gezond weer op. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Het is 3 juli. Het is 9:41 en ik wens jullie allen een hartelijk welkom bij Corina en de Feestenboel. Ja, de andere legt nog boven te slapen. Ja, ik lag lang uit het bed, ik denk laat me leggen. Hij komt wel naar beneden. Niet dan. Daar is mijn andere poesjebeestje. Ja, en ik ga koffie klaarmaken. Ho. Dus die aan. Ik ga een broodje klaarmaken. En ik ga de troep hier opruimen, want er staat hier een afwas van niet yesterday. En ik moet de vaatwas er nog even uitruimen. En straks komt Rebecca weer. Dus ja, genoeg te doen vandaag. En ik moet vanmiddag om 2:30 bij dezelfde kapsalon wezen waar ik dat plukje in de plaat ga doen. En ik wil het nou niet voor mijn haar, maar voor mijn voeten. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Ja, ik neem jullie dan niet mee, want dat doet mij veel te veel pijn. Ja, dan ga ik het zelf wel niet eens op. Nee, wil ik niet. Dat gaat mij veel te veel pijn doen. En ik ga de Juttersmarkt nog even open voor die tijd. En verder zullen we zien wat de dag vandaag ontbrengen gaat. Ik moet nog met de bloemen bezig, want dat staat er ook niet meer netjes bij. Het staat ook heel treurig, dus ja, gaan een heleboel bloemen weg. Dus kom weer aan tot tafel. En ik zou zeggen, een hele fijne middag. Geniet van het prachtige mooie weer. Hier natuurlijk, het zal niet zo wezen. Het waait weer. En wel gelukkig minder dan gisteravond. Maar wat niet is, kan ook weer komen. Ja. Dat gisteravond waaide hier echt zo wat uit je jurkje vandaan als je een jurk aan had. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later deze dag. Doei doei! Ja, en opruiming houden. Ik heb nog één vaas met bloemen op tafel staan. Die andere is weg. En de bloemen die op dat kastje staan, stonden, zijn ook weg. Dat zit allemaal hierbij in. Zodat ik nou nog maar één vaasje heb. Hey meisje, mijn prinsesje. Zit je lekker aan tafel? En daar is mijn hondje. Hé, ja nou, ben je lief. Ben je lief. Ja hé. Oeg is je dikkie. Oeg is je dikkie. Lekker lief hé, hij is zo lief. Ja. Het is een schat. Ja vrienden, de huishoudelijke hulp die is net de deur uit. Ja, als ze er ook de het staan, Joost mag het weten. De ene keer op het parkeerterrein, daar gaat ze. Daar gaat ze. Ja, ja, gespot. Wat eigenlijk niet mag, maar ja, nou heb ik het toch. Ja.
Dus ja, lieve vrienden, ik heb een bak koffie klaargemaakt voor mezelf. Ik ga nog heel even voor de pc zitten. En daarna ga ik de hort op. Ja, ik neem de handcamera mee, denk ik. Ik weet het nog niet, want hij is niet aan de lader geweest vandaag, vannacht. Dus ik haal het kaartje eruit en ik zet alles over op Facebook, op de computer. En dan gaat hij tijdens dat ik daar even mee bezig ben aan de lader. GoPro laat ik thuis. Ik vlog niet bij de pedicure. Ik vlog alleen nog als ik iets leuks zie en het mag. Mag het niet, doe ik het ook niet. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, en daar waren we weer thuis. En de diertjes hangen weer om mij heen. Vooral die rode hier. En dan komt er nog eentje aangelopen. Die ligt daar. Die was wel heel erg blij dat ik weer thuis kwam. Maar ik heb de boodschappen al opgeruimd. En ik heb, of tenminste, ik ben bij de pedicure geweest. En ik ben helemaal gelukkig. Wat dat er gaat. Ik heb maar een heel klein beetje pijn gehad bij de tenen waar de nagel in gegroeid is. Zat. Ik kan beter zeggen. Het was niet heftig zoals bij de vorige pedicure waar ik ook ben geweest die zo duur is. Ik was nou ook weliswaar 25 euro kwijt, maar, komt er maar bij, mijn hele voeten werden verzorgd. Ja, nagellak, alles erop en eraan. Olie dit en een ditje en een datje en weet ik veel. Ze hebben mijn hele voeten behandeld. Dat heeft die andere niet gedaan. Dat was enkel de nagels. En klaar. 25 euro. Dan was ik 25 euro kwijt voor een hele complete behandeling. Nou, dat vind ik toch geweldig. Ja, en ze zijn mooi geworden hoor. Mooi nagellak. Dezelfde kleur dan. Mijn haartjes. Ja, ja. Nou, topje toch. Ik ben er helemaal blij mee en gelukkig mee. Ja. En ik moest ermee lopen. Oké, mijn rechterteen die doet nou wel een beetje zeer, maar dat is nou een klein beetje gevoelig. Omdat daar die nagel in zat. Nou, niet leuk dus. Maar maakt niet uit. Nee hoor, we gaan gewoon weer door met waar we gebleven zijn. Ja, dat geneest wel weer. En het is ja, heel laat om terugkomen, zei ze. Het is maar sporadisch dat het niet terugkomt, maar bij de meeste mensen is dat wel zo. Ook mannen schijnen er last van te hebben. Dus ja. En als je douchen gaat, sandalen aan, tankslippers of andere watersandalen die er tegen kunnen. Nou, ik doe mijn krop gewoon aan, ja. Dus het is eigenlijk een... ja, hoe moet ik dat zeggen? Verboden natuurlijk niet, want het is je eigen douche. Maar het is beter... dat je in je eigen douche ook sandalen aandoet. Want dan krijg je minder van die bacteriën. Ja, dat hoe en wat, ik weet het niet hoor. Maar dat komt ook omdat je natuurlijk met schoenen of in je douche loopt. Als je een grote douche hebt. En daarna ga je weer met je blote voeten erop. Dat is niet gezond. Dus ja, dan maar op een andere manier. Dan doe je sandalen maar aan. Hé, meneertje, je dokus. Jojo. Die rode. Hé hey man, oeh, wat gaan we doen? Hé hé, koekenbakker. Kiekeboe. Kiekeboe. En daar hebben we madammeke. Nou, die gaat hier weer zitten. Dan moet je weer uitkijken dat je niet met je wiel over hem heen gaat, over zijn steurt. Want anders heb ik weer een blok haren van hem eraf. Dus ja, ik ga lekker een bakje koffie maken en mijn bounty opeten. En dan ga ik achter de pc. Ja, ben ik vandaag nog niet aan toe geweest. Dus ik zeg, nou ja, ik ben er wel aan toe geweest, maar ik heb andere dingen gedaan op de pc. Ja. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Nou, mijn hondje heeft eten gehad. Die daar al ligt. Op dat krukkie. En op hondjes een snuffelmat. Heeft eten gehad.
En de andere poesbeestjes hebben ook eten gehad. En jij moet weer naar buiten toe. Nou hoor, is niet leuk. En daar zie je die rode. Zien jullie hier? Oh, mijn stoel wil niet. Daar zit die. Ja, hoi. Ja. Ik zou zo de camera op je kop kunnen zetten, hè. Nou, meneertje blijft naar buiten. Maar dat ben ik eigenlijk niet mee eens. Maar ik ga ook niet schreeuwen. Nee. Ik heb geen zin in. Ik heb mijn schort aan. Ik heb mijn vest aan. Ik heb sokken aan en ik heb momenteel even oude laarzen aan, omdat ik het steenkoud had. En ik moest naar buiten toe. En ik moest in het zand lopen. Dus ja, dan moet je toch wel even wat aan je voet hebben, want ik had sokken aangedaan. En met sokken ga ik niet in mijn sandalen. Dat lukt niet, hè? Nee. Dus heb ik even oude laarzen aangedaan. Ik denk, even warm worden, even temperatuur, dan kan het wel weer uit. Maar ik heb in die tussentijd ook mijn eten klaar. En dat is hetzelfde eten wat Wilma gisteren had gemaakt. En dat is spaghetti. Spaghetti à la Wilma. Nou, ik heb mijn wijntje er weer bij en een bak koffie. En Wilma had dat erbij gekocht. Dus ja, dat had ze hier laten leggen. Mocht ik opmaken, nou, dan doen we dat toch lekker. En ik heb nog een litermaat vol. En ik ben blij dat het litermaat is die in de vriezer kan. Dus die gaat straks naar de schuur toe, de vriezer in. Ja, dan heb ik macaroni ingevroren, dan heb ik spaghetti ingevroren. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja. Kunnen we een beetje gaan sparen voor de winter of zo? Ja, of als je onverwachts gasten krijgt. Komt u weer binnen? Hallo? Komt u binnen? Kom. Goed zo. Zo, deurtje weer dicht. Oh ja, tuurlijk. Mocht dat niet. Dan lopen jullie toch een broedelijk naast elkaar, hè? Wat ga jij doen? Ga jij liggen? Ga jij liggen? Nee. Allemaal in de weg. Ga je eens even weg. Ken ik erdoor. Hobbelen, even erdoor. Zo, die gaat drinken. Mooi. Nou, en dan ga ik lekker bidden. En ik ga eten. Zo zeggen, lieve vrienden. Tot vanavond. En een fijne avond. Het is al avond. Tot later.